Mijn naam is Lodewijk Deleu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Katty Livogen komt uit de wereld van het boogschieten, liggende wip. Nu is ze ook kampioen bij het flessenschieten met luchtdrukgeweer. Katty beoefent dus de schietsport in alle variaties. En in de schietstand rullen ze de flessen soms in voor tennisballen of lepeltjes. Ja, zelfs af en toe wagen ze zich aan een kreetje, zoals op de kermis. Je moet dan wel goed uitgeslapen zijn. Het kreetje staat in de schietstand op 17 meter. Goedendag, het is Kati. Kan Ik je vertellen hoe ik hier terecht gekomen ben. Vroeger scoorde het met de boog. En uh, mijn vrienden ook, zo dus, een beetje mijn keer. We kwamen hier ook skiën in Langemark met de boog... En uh, langzaam heb ik toch gezien dat er uh, een was met de karabin. En dat heb ik geprobeerd. Maar ik heb nog niet direct begonnen. Mijn vriend terecht direct begonnen. Nee? En dat viel goed mee. En ik heb ook begonnen. En zo dus, ben erin gebleven. Maar ik moet wel zeggen, met de boel is het moeilijker dan met de karabin. Nee? Iemand die goed gescoot heeft met de boel kan, oh, kan vrij goed skieten met de karabin. Het is een kwestie van stellen te staan en hoe mee. En rondom jou moet je normaal niet luisteren. Ja? moet vrij kalme bloem. En dan zo ga je we het wel bereiken. Want ja? het is eigenlijk echt geestig. En het gevoel is niet dat je onder de regels is al vrij goed. Het vrij als je komt van de schieting, een de, de wet, is dat wel iets groter. Maar toch moet je stellen staan. Het nee? is niet oh, dat is te zien oh, wat hij maakt. Hij moet een beetje onder de flessen. Oh, al onderop de flessen schieten. Mee, nee, zo kan het gebeuren als je te horen, hij had het, dat taal niet. Het had maar de zin van uh, een fles schieting. Nee? Anders, als je dat taal niet En anders schieten er flessen. Zijn. Nee? En als je schiet erop, nee? als het kapot is, maar niet gelukt, dat taal wel, doordat dat als schiet ligt. We kunnen ons keten op het hart van een fles. Dat is iets moeilijker. Ja. En we vinden iedere keer dat wat nieuw is. We schieten ook op dingen: um, tennisballen, ja. uh, uh, lepels, koffielepels, soepelepels. <laughs> ze zitten in een schelder omdat ze hoe ze zien. Ja. Maar we schieten er allemaal op. Ja. Op die koffielepels. En dat wel een vrij kleine. Het gebeurt dan op kritjes lekker op de karamas. Ja? Dat is wel van, van 17 meter, dat is wel vaar. Maar we proberen een beetje hè, inspanningen doen. Ja? En dan bijvoorbeeld zijn er drie of vier die in de Toven skieten twaalf, twaalf keer. Ja? Iedere keer per twee maal. Twee keer. Een andere beurt, weer twee keer. En uh, als je de toven skiet, en iemand anders, wat moet je dan afkomen? En dan die fles hangt, moet je kiezen hoe dat in de fles hangt. Scheef, dus hou krom, of recht, of... niet. Kleine flossertjes, meer nog een schoot, Ik heb de, ding. Uh, kleine uh, soorten bierlijken, dat je moet vissen. Daar heb je ook een oh, ja, schoot. Uitdaging. <laughs> dat waren de eerste. we doen met ploemjes zwakje. en dat is wel op 10 meters. Dat is de Zuider, dat komt. En dat is ook vrij leuk. Maar vrij moeilijk. We moeten kunnen Stellen staan. En uh, ja. Je rolt daarin. En hij uh, doet het. je het hij doet het uh, voor zie. Het is vrij heersig te doen. Ik ja, ben nu vlaskampioen. En uh, ja. Je moet er aan Om de vier dagen komen. De zendag. En uh, ja. Je moet zoveel zo mogelijk skiën. En je punten rekenen dat dan uit. Je hebt een tentjaar, een tentseizoen. Je ja, moet je tonnen. Ja. ja, moet aan top kunnen bloemen. Want <laughs> ja, jammer genoeg zijn er ja, vrouwen genoeg. Zonder er nog meer vrouwen moeten zijn. Ja, er zitten hier vele mannen, maar vrouwen zijn er wat minder. Maar ja, hoe? We moeten de jongen gasten motiveren. Ja, voor te komen. Maar anders, ja. Iedere keer heb ik geconcentreerd en niet opgejaagd. Ik heb mijn beste gedaan. En probeer een kamer te bloemen. Want dan wil je eerst een kampioen zijn. Moeilijk. Ja. Het woord is dat wel moeilijk. Je staat niet stil we Je moet vrij stil staan. Nee. Het minste dat je doet, bijvoorbeeld. Ja, als je niet stellen staat, moet je proberen af te leggen. En dan weer oppakken en weer een nee. Maar anders, ja. Anders, meer kan je niet doen. He. Je moet vrij stellen zijn. En niet het dood zijn van iemand. En dat is wel Voor het beste zou ik kunnen skiën met een koptelefoon. Hoort dan niks, of toch bijna niks. Dat is wel. Als je het weer in klap, probeer ja. op je samen uit te staan. Dat is het beste dat je kunt. En hoe mij? <laughs> ik heb in mijn vuurwapen geprobeerd met een cartouche. En dat was button-up. Ja, dat was ook op 17 ja, of 10 meter, een van de twee. En uh, ik had dat nog nooit gedaan. Ik vond het wel. Hou angstig voor mijn schoenen. Dat kwam een beetje weer. Hè. En uh, mijn vriend deed al ik, gepusht. Een <laughs> keer geprobeerd en het is me gelukt. De eerste keer ik zei ik, uh, ik had zoveel in dat dat achteruit ging. Ik dacht, ik zit heel pijn in. ik wil mijn boos niet en zodat Dus je ziet het had dat dan niet, maar dat viel vrij hoe mee. En hoe vast het je gewerkt? is nu schoordbloot Je moet vrij hoe vast doen. En dan ja, en dat lukt. Dat zou dan wel, wel doen. Misschien niet als nog jaren, maar ik vind het dat vrij eerste ook. Maar dat is heel wat anders ook. He. dat dat klets toe. Nee. En ja, ten zo evident. Met een vuurwol dat is wel moeilijker. Een beetje mijn keer, maar welkom. <laughs> ja, als dat lukt, doet dat vrij plezier. En die ene flos breekt beter of de andere, en toch is de uitdaging die uitdaging is. Dat. En als het voldoende is, als oh, het goed gekund, dat is magnifiek. Toen je, oh, je voel je echt goed, dat je gaat naar rust en je zegt, oh, ik heb wel ja, Het oh. is er wel niets mee te verdienen. Ja, een beetje en ja, maar anders nee. Gewoon die uitdaging. Vele mannen op me niet lang Voor de moment ben zit ik op de vijfde plaats tussen al die mannen. Dus, dat vind ik goed ook. Uto. En toen voldoeningen, hetgeen dat je doet, houdt me niet lang De vijfde plaats tussen al die mannen. Kunnen niet. Geesten. Al. En, ja. en voldoeningen aan hetgeen dat je doet. En zeggen, kijk, wat een is school. Je hebt ook soms een keer minder periode. Maar ja, het is van alles en zo. Hè. Maar ik vind het vrij ooit doe dat vrij eind <laughs>